Het eindexamen van het MULO en het LBO is vanmorgen begonnen. We brachten een bezoek aan de Poolschool. De leerlingen hadden vandaag samenvatting voor het vak Nederlands en tekenen. Volgens Shakita Landveld, directeur van de Poolschool, doen er 85 leerlingen mee aan het examen. Ze zegt dat de voorbereiding naar het eindexamen toe vanaf het begin van het jaar continu is geweest. Vanaf het begin. Je bereidt ze steeds naar het einddoel, het examen voor. Dus we hebben het echt wel geleidelijk aangedaan. Totdat die periode kwam, juni, waarbij ze echt bezig zijn, intensief bezig waren met de examenwerken. Dus ze zijn helemaal voorbereid op en top. Dus we hebben aan het begin van het schooljaar hebben we een motivatiedag gehad. We zijn eruit geweest. Daarna hebben we kleinere sessies gehad. Die constante motivatie. En tot voor kort hebben we in de school een motivator gehad die toch wel even bezig met ze is geweest. De directeur geeft verder aan dat ze verwacht dat het slagingspercentage op de Poolschool boven de 50% zal zijn. Ze hoopt daarom dat de leerlingen heel gemotiveerd zullen werken. Het moet dit jaar beter gaan dan vorig jaar, zegt Landveld. Voor ons was het toch wel triest. We zaten echt wel op 40% en dat was heel laag. Dus en je gaat dan leren uit je fouten. Je probeert dan dat wat je sowieso als team niet goed hebt gedaan. Mm-hmm. Dan probeer je toch wel daar een beetje aan te werken. Ja, ja, ja. Weet u ook waar het aan heeft gelegen? Dus men zegt altijd je moet de oorzaak bij jezelf zoeken. Dus dan probeer je toch wel even te kijken. Heb je niet genoeg gemotiveerd? En heb je de ouders niet genoeg erbij betrokken? Want we merken op van dat veelal een belangrijke rol speelt. En we hebben opgemerkt van dat die ouderparticipatie eigenlijk toch wel een beetje te wensen overliet. Niet alleen thuis hoor, maar thuis ook. Je merkt op van dat de kinderen eigenlijk dat wat ze willen, dat steuntje in die rug, het ontbreekt. Ouders weten eigenlijk niet wanneer waarmee het kind precies bezig is. En we zeggen altijd, ouders moeten toch wel weten dat het kind vandaag samenvatting heeft en het ziet er zo uit. En daarna tekenen, je hebt dit nodig. En dat ontbreekt die informatie. Ontbrak. Veel, maar dan heb je, ja, er zijn andere factoren, veelal huiselijke factoren, ja, die factoren. En zou je eigenlijk moeten nagaan hoe het komt van dat die problemen er zijn. Maar wij proberen vanuit de zijde van de school, proberen we toch wel de ouders, dit jaar sowieso, de ouders echt wel erbij te betrekken. Maar dan merk je op van dat het, ja, de opkomst, zeker van de ouders, toch heel matig is. Dat was Shakita Landveld, directeur van de Poolschool. Ze sprak vanmorgen bij de start van het eindexamen op MULO en LBO niveau. Morgen zijn de derde klassers aan de beurt. Zij zullen het toelatingsexamen meedoen.